Normen en waarden uit de geschiedenis vervallen niet. Het verhaal van het ethisch gedrag van Mama Seri is daar een voorbeeld van. Dit was de boodschap tijdens de herdenking van de sterfdag van de heldhaftige tot slaafgemaakte Mama Seri de Sinabo Komewene. De Federatie voor Afrikaans Ranamang herdenkt vandaag voor de 14e keer de sterfdag van Maseri. Als moeder van 10 kinderen was Maseri een tot slaafgemaakte die op plantage Sinabo in Komewene bleef. Op 23 oktober werd zij om het leven gebracht door plantage-eigenaar Benjamin Pusher op zeer gruwelijke wijze. Dit als gevolg van haar weigering om een leugenachtige verklaring van de plantage-eigenaar over de mysterieuze dood van een aantal slaven te bevestigen. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, zei dat het slavernijverleden reëel en actueel blijft. Het leert ons om te blijven doorzetten, ook al komen er tegenslagen. Dat was eigenlijk bijna nooit te veranderen. Dat is ook heel veel takro manier in dit. Maar 280 jaar geleden hebben we een vrouw die zorg, als zorg naar een kring, dat ik aan de boom kwijt kwijt. En daarom heb ik weer memory aan vrouw. Dus memory lang een mamtsing. Aber Timchin, a wonderful man, you know. Take a idea from my Langon to Matifen, Chagona, Grand Lantina photo, make it a undersuku fan presi. And it was a decade attendati, but like Sravu, Yano Libisma, you know, infantile stuck, you don't like one brisketer, that on you, the Sina Furustaki. And that is then they were moist on it, like a boy, a kissa decade. Teka pasi no bende, langa boto wakana busi, langa boto gua foto langa ede. De districtscommissaris van Komewene, Rajab Mohamed Safik, merkte op dat de huidige en te volgende generaties lering moeten trekken uit onder andere dit verhaal. De normen en waarden van de tijd waarin we leven laten wensen over. Het steeds herinneren van de jeugd aan zulke gebeurtenissen kan een mogelijke oplossing zijn bij het brengen van een verandering hierin, meent Rajab. Maseri heeft meer waarde gehecht aan het hooghouden van waarden en normen dan haar eigen leven. Nou, heel dat ja. Omdat je doet wat san je bribi, san je sabi dat abung, ondanks je kan las je libi. Dit is ook een stukje geschiedenis die wij moeten koesteren en behouden als gemeenschap, als land, zodat ook de opkomende jeugd uit dit weten komt dat ook in onze gemeenschap er genoeg helden zijn om naar te kijken. De organisatie hoopt in de toekomst nog meer van zulke heldenverhalen uit de slaventijd te kunnen herdenken. Na het officieel gedeelte volgde de Trowe Wadra bij het herdenkingsmonument als teken van het eren van de voorouders evenals een dankbaarheidsbetuiging.